Philippe Heijmans van onze justitieredactie. Ja, een opvallend verhaal. Freddy Orion is een beruchte gevangene. Heel veel mensen zullen zijn naam zich nog herinneren uit die jaren 80. Vraagt al lang blijkbaar om vrij te komen. Deze keer is het hem gelukt. Waarom moet hij vrijkomen? Hij vraagt het inderdaad al lang en er zit dus wel een beetje een voorgeschiedenis aan. 5 jaar geleden is hij onderzocht door gerechtspsychiaters. En die hebben geconcludeerd dat hij niet meer gevaarlijk is en dat hij eigenlijk ook niet meer thuis hoort in de gevangenis, maar dat hij in een psychiatrische instelling zou moeten zitten, dat hij daar beter opgevolgd kan worden. Nu, ons land heeft daar toen niks mee gedaan, omdat het moeilijk is om iemand die niet ontoerekeningsvatbaar is bevonden om die in een psychiatrische instelling te stoppen. Mm-hmm. Hij is gewoon veroordeeld. Hij is dus bij zijn zinnen, kan je zeggen. Hij kan niet naar een psychiatrische instelling. Daarna is Orion naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mensen gestapt. Dat heeft in mei nu geoordeeld dat ons land in de fout is gegaan. Hij heeft gezegd, België, jullie moeten die man een perspectief geven om vrij te komen. Het kan niet dat jullie die zomaar in de gevangenis houdt. En nu heeft het Hof van Beroep in Antwerpen dat dus concreet gemaakt en gezegd, we geven de overheid 6 maanden de tijd om Orion vanuit de gevangenis naar een instelling daarbuiten te brengen. Dus wellicht naar een psychiatrische instelling. Gebeurt dat niet, dan moet de Belgische staat 1.000 euro dwangsom per dag betalen. En zegt dit nu iets over andere gevangenen die levenslang in de cel zitten? Ik zeg maar wat, Mark Dutroux? Nee, die vergelijking gaat niet op, denk ik. Je moet elk geval apart bekijken. En over Orion hebben die psychiaters geoordeeld dat hij niet meer gevaarlijk is. De man is 76 intussen. En ze zeggen, ja, zijn gevaarlijke periode ligt achter hem. Voor de maatschappij is er geen gevaar meer. Dutroux, die is een paar jaar geleden ook eens onderzocht door psychiaters. En die zijn tot de conclusie gekomen dat hij nog altijd gevaarlijk is. En dat hij wellicht ook altijd gevaarlijk zal blijven. Dus voor hem liggen die kaarten wel helemaal anders. Oké, maar de meest beruchte gevangenen, of in elk geval de langzittende, die komt dus vrij binnenkort. Dank je wel, Philippe, voor de uitleg.